Ik vind het leukste hier om de gasten te helpen en om ervoor te zorgen dat de gast weer met een tevreden gevoel de receptie uitloopt. Dus ook als er klachten zijn of als er problemen zijn, dat ik op die manier de gast echt kan helpen, zeg maar. Als ik gasten zie die met een plezierig gevoel de deur verlaten, omdat ze net hun sleutel hebben gekregen van hun woning hier op het park, omdat ze een leuke activiteit hebben geboekt of omdat ze juist naar huis gaan en een gigantisch leuke vakantie hebben gehad, dan krijg je gewoon super veel energie van. Dat is gewoon super gaaf om te zien. Je bent met allemaal dingen bezig. We hebben fietsverhuur en e-choppers. Dat zijn elektrische scooters. Maar je moet soms ook gasten inchecken. Het verschilt heel erg wat je echt precies moet doen, zeg maar. Ik vind het zeker een heel bijzondere plek. Het is een plek die dicht bij de natuur ligt, tegen het water aan. Dus dat is echt super gaaf. Het ligt bij ons zeker niet stil. Het is super druk zelfs. Het is echt ongekend druk. We hebben echt de basisdingen echt op Noorderpoort geleerd. Hoe ga je met gasten om überhaupt? Hoe ga je met klachten om? En dat pas je hier wel allemaal weer toe in je stage. Wij hebben veel meer werkzaamheden op het moment op het park en rondom het park. Waardoor we ook gewoon echt wel stageplekken heel goed kunnen aanbieden. Ja, ik zou wel echt verder willen in het toerisme. Daar hou ik juist van, dat het gewoon lekker druk is in de zomer. Lekker veel mensen helpen. Ja, ik vind dat niet erg dat ik dan zelf niet op vakantie kan. Ik zou nu zeker wel toerisme kiezen. Natuurlijk, de coronacrisis heeft invloed op het toerisme. Maar het heeft niet heel veel invloed op een vakantiepark. Het wordt drukker, de sector groeit. Dus studenten hebben we zeker nodig voor de toekomst, ja.